Dankzij een aangenomen motie van de Partij van de Arbeid in de Alkmaarse Raad kon een milieuvriendelijke Dernie worden aangeschaft. Onmisbaar voor de ontwikkeling van de regionale talenten die trainen op de wielerbaan. Raadslid Leo van Etten, initiatiefnemer van de motie, overhandigde in het bijzijn van sportwethouder Dijkman de duurzame Dernie aan de trainer en zijn pupillen. Hun blije gezichten spraken boekdelen. Enthousiast kwamen ze na afloop vertellen dat het elektrische brommetje geweldig was bevallen. Goed voor de baansport en goed voor het milieu.